Welkom terug bij Vogelen met Limosa. Vandaag heb ik wat opnamen van een paar wandelingen in Drenthe en de Utrechtse Heuvelrug. Zie je weer eens wat andere vogels. Deze schitterende kruisbekken. Links het mannetje in het rood en rechts het vrouwtje in het groen-geel. De jongens zijn grijsbruin gestreept. Het zijn families van de vinken. Ze zijn ietsje groter met een stevige kop en nek. En natuurlijk het meest opvallend die bizarre bek. Waarbij de boven- en de ondersnavel langs elkaar gekruist liggen. Dat levert ze een heel handig gereedschap op om de zaden van dennenappels en larixappels te peuzelen. Ze broeden sinds enkele tientallen jaren in vrij kleine aantallen in onze naaldbossen. En in de winter dan komen ze soms in enorme groepen uit Scandinavië opzetten als daar de voedselvoorziening heel slecht is. Je kunt ze het beste waarnemen door een geluid, want dan trekken ze in groepen door het bos met een hoog, hard, droog kiep, kiep, kiep. En dan gaan ze heel hoog boven een boom zitten. En dan zijn ze moeilijk te zien, maar ze gaan ook vaak drinken aan een plas, gewoon op een bospad. En dan kun je geluk hebben. Hier nog de rode stuit, dat is ook kenmerkend voor het mannetje. Hier de groene specht. Die hebben we uitgebreid in vlog 34 en 51 uit 2020 besproken. Zit hier roerloos met zijn schitterende rode kruin. En je kunt met een beetje geluk ook het rood zien in de snorstreep, wat een mannetje aanduidt. Het vrouwtje is daar zwart. Zeer schuwe vogel. Deze zat op een behoorlijke afstand. En als je je waarneemt, dan is hij echt vertrokken. Ook nog mooi die streping op de onderkant van zijn staart. Prachtige waarneming. En hier een glimp van de schitterende zwarte specht op grote afstand, tussen de bladeren door. Net dan te zien een mannetje, want hij heeft een geheel rode kruin. Het vrouwtje is alleen de nek rood. De grootste specht, zo groot als een zwarte kraai en ook veruit de zeldzaamste. Dan ook nog een glimp van de prachtige klapekster. Die hebben we uitgebreider gezien in vlog 19 van vorig jaar. Een zangvogel met roofvogelgedrag. Ja, hij zit heel ver weg, dus de camera heeft moeite met scherp stellen. Als broedvogel is hij helaas uitgestorven, maar in de winter kun je hem eigenlijk op elk veld in een bos, heideveld, wel goed aantreffen bovenin een struik. En tot slot deze grote lijster, poep weg. Nou, dat was het voor deze week. Bedankt voor het kijken.